Hoe haalt een recruiter de beste topkandidaten binnen? Dat ga je zien in deze video. Blijf kijken. Welkom bij 7D-TV. Bij mij te gast Leon Spek van Sales Supply. Leon, ja, jij bent de recruiter en jij deelt jouw gouden tips hier. De drie tips, eigenlijk waarom jij zo succesvol bent. Dus respect dat je die transparantie hier laat zien. Wat doet Sales Supply? Even een hele korte pitch. Wij zijn een recruitment bedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in salesfuncties en ook in executive management functies. En wij recruiten die voor onze opdrachtgevers. Wat maakt jullie anders dan al die andere recruitment bureaus? Ja, twee dingen. Wij combineren senioriteit. Dus wij werken met mensen met meer dan 20 jaar werkervaring in combinatie met heel veel jaren saleservaring. En de huidige recruitmentmarkt is sales geworden. Recruitment is sales geworden. Ja. En die senioriteit en vooral sales skills, die heb je gewoon keihard nodig om die kandidaten aan te trekken. Dit is een interessante video. Drie tips. Want het is aan de ene kant interessant voor andere recruiters om stiekem te kijken hoe jullie je werk doen. Maar ik denk dat het met name interessant is voor ondernemers en werkgevers om te kijken hoe jullie dit doen. Want als jullie je werk goed doen, dan profiteren jullie klanten, de werkgevers en de ondernemers daarvan. Ja, dan gun ik ze van harte. Dus prima. Precies. Ja. De eerste tip die jij wil delen, en dat klinkt als heel veel werk. Jij noemt dat zorgvuldige selectie. Maar je hebt erachter gezet 400 tot 600 cv's per dag doorworstelen. Serieus? Ja. En wat is daar zo belangrijk aan? Ja, in de huidige markt moet je als recruiter, zeker bij als wij een nieuwe opdracht krijgen, een nieuwe vacature binnenkrijgen, moet je soms wel 300, 400, soms wel 500 cv's, profielen dus, mensen dus, door op een dag. Om uiteindelijk aan het einde van zo'n reeks, en dan ben je misschien wel 2 weken verder, misschien, dan heb je 40, 50, 60 mensen aangeschreven. Dus daar zit al een heel zorgvuldig proces tussen. En je moet kijken wat zou passen. Daarvan gaan er misschien 10 of 8 reageren. Daarvan ga je daar een aantal interviewen. Dan heb je 3, 4 weken later misschien 2 of 3 kandidaten bij jouw klant aan tafel. Dus dit zijn de getallen en de effort die erin moet steken om een recruitment opdracht tot een goed einde te brengen. Ja, dat is vrij intensief. Dat is gewoon keihard werken. Ja, behoorlijk. Ja. Wat is de rol, misschien een klein zijstapje in deze eerste tip, wat is de rol van technologie hierin? Want iedereen heeft over AI vandaag de dag. Ja. Denk jij dat dat een rol gaat spelen in dit soort trajecten? Nou, ik zou dat van harte toejuichen. En ik zie al wel wat initiatieven. Ik heb nog geen initiatief gezien wat werkt. Mm-hmm. Maar ik zou van harte toejuichen dat we dat eerste proces, dus al die honderden profielen per dag door, dat dat over zou kunnen worden genomen door AI. Omdat een recruiter zich dan veel meer kan gaan concentreren op het menselijke aspect. Het intermenselijke aspect tussen kandidaat en recruiter. Dus je kan veel meer tijd besteden aan de gesprekken met zo'n kandidaat. Dus ja, ik zou dat van harte toejuichen. Ja. Wat zijn triggers voor jou als jij samen met je collega's al die honderden cv's aan het doorjekkeren bent? Hè? Ja. Wat zijn nou cv's waar jij blijft hangen en denkt, deze is interessant. Wat zijn triggers? Het zijn er een heel aantal, maar wat ik bijvoorbeeld persoonlijk altijd heel erg aantrekkelijk vind, als iemand wat langer bij een bedrijf heeft gezeten en binnen zo'n bedrijf een aantal stappen omhoog de promotie heeft gemaakt. Ja. Dat betekent dat iemand succesvol genoeg was om, maar ook ausdauer, de doorzettingsvermogen had om ergens te blijven zitten, maar succesvol genoeg om ook stappen omhoog te maken. Dat vind ik altijd een hele krachtige. Ja. Tweede tip, ijzersterke sales pitch. De vacature verkopen aan de perfecte kandidaat. Ja, hoe krijg jij die voet tussen de deur bij die kandidaat die al op een waanzinnig lekkere functie zit en het helemaal naar zijn zin heeft. Ja, dit is nou de reden waarom wij überhaupt bestaan, maar waarom ik ook het helemaal geen probleem vind om deze tips aan jou te geven, Wally. Want vervolgens heb je dus die kandidaten, je hebt een aantal die hebben gereageerd. Dan komt het op aan. Dan komt het op aan dat je telefonisch vaak, in eerste instantie in onder de 30 seconden, een sales pitch geeft over, terwijl iemand goed op zijn plek zit, heeft goede primaire secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar dan moet je kunnen uitleggen waarom dit dan toch even een vacature is waar iemand naar moet gaan kijken. En de uitdaging die daarin zit, die moet je kunnen brengen. En dat kunnen echt alleen doorgewinterde senior salesmensen. Ja? Ja. Maar even voor duidelijkheid, dit zijn ook geen mensen die aan het solliciteren zijn, of wel? Nee, dat is een hele goede trouwens. Door de bank heen genomen benaderen wij mensen, die zijn helemaal niet op zoek.
Die zitten prima op hun plek. Dus daar moet je extra effort in stoppen om die mensen los te weken. Om ze uit te dagen. Om toch even de tijd te nemen om naar die vacature te kijken. Dat is gewoon sales. Dat is gewoon pitchen met bepaalde USP's. En ja, dat is wat een salesman of vrouw heel goed kan. En daarom werk ik met 50 plus salesmannen. Ja, het doet mij bijna denken, ik weet niet of dat nog bestaat, dat je had je headhunters had je dan. Ja. Maar dat was een soort van compliment. Als je dan benaderd werd door een headhunter, dan was je echt wel... Ja. Maar dat gevoel wil je een beetje hebben, zeg maar, dat is het. Ja. En wij zeggen altijd, ja, recruitment is sales geworden. Het is gewoon hetzelfde vak. Ja, geweldig. De derde tip, begeleiding, klanten coachen. Ja, leg uit. Maar wat bedoel je met klanten? De kandidaat of de ondernemer? De ondernemer. Aha, oké. Okay. Ja, ja. Je moet je voorstellen, wij zitten in een soort driehoek. Klant, kandidaat en recruitmentbedrijf, Sales Supply in dit geval. En er zit een recruiter van ons in het midden van die driehoek. En dat betekent dat jij soms als een soort van olie in die machine moet fungeren. Soms moet je de kandidaat een beetje coachen. Maar steeds meer, dat is de laatste jaar echt wel een trend... Steeds meer moet je die werkgever coachen. En daar geef ik je een voorbeeld. Wij hebben uitgebreid gesproken met die kandidaat. Wij kunnen redelijk precies pinpointen. Toen ik dat zei, toen was die kandidaat geïnteresseerd. Ja, dan is het voor ons natuurlijk super belangrijk die werkgever, dat is vaak een bepaalde manager binnen dat bedrijf, te coachen van... Zorg er nou voor dat je dit punt laat terugkomen straks in jouw sales pitch naar die kandidaat. Want ik weet, daar is die gevoelig voor. En dat bedoel ik dan met, je moet ook die werkgever kunnen coachen. Ja, waardoor je you're connecting the dots. Ja, waardoor de kans van slagen, dus dat kandidaat en werkgever elkaar aardig vinden en misschien wel zaken gaan doen, een stukje groter wordt. Dankjewel Leon voor deze drie gouden tips. We hebben in de beschrijving nog meer video's staan met tips. Waaronder een video met daarin de meest gemaakte fouten... die door ondernemers en werkgevers worden gemaakt in het recruitmentproces. Dus mocht je nou die fouten niet willen maken... dan zou ik vooral in de beschrijving kijken naar die video. En daar staat ook een video met een volledig ondernemersportret van Leon Spek. Voor nu... Dankjewel voor het kijken naar deze video. Heel veel succes met het vinden van die topkandidaten en met het naar binnen halen van. Hopen dat deze tips helpen. Heb je geluisterd naar de podcast? Dankjewel voor het luisteren. Hoi.